FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door administratiekantoor Van der Meer en ipcamshop.nl. Woon en werk veilig met onze beveiligingscamera's. FC Lisse breekt de stand op 2-0. Doelpuntenmaker nummer 15, David Verwey. Ja!
Elise breekt de stand op 3-0. De doelpuntenmaker met een 9 en zo'n Stroom. FC Elise gaat 3 wissels inbrengen. Naar de kant gaan. We gaan even kijken naar de kant gaan. De twee broers, de brothers. Van Sassenheim. Jaap Zwetsloot gaat naar de kant met nummer 8. Toon Zwetsloot naar de kant met nummer 12. En David Verweij gaat ook naar de kant met nummer 15. Dat betekent dat 3 nieuwe spelers zijn. Het verloop van de competitie. Richard van Heulen, is er uitgekomen wat je had verwacht? Deels wel. We hadden iets verwacht dat de tegenstander wel iets anders zou spelen. Ze kwamen met 2 spitsen. We hadden verwacht 3 spitsen en iets hoger druk. Dus dat was niet het geval. Maar we hadden wel bepaalde zaken getraind. Proberen snel diepte te maken bij balverovering. En ik denk dat in de eerste helft 2-3 keer uitkwam zonder dat het echt een doelpoging opleverde. Maar in de tweede helft de 3-0, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van het veroveren van de bal. Direct diepte maken van Enzo en de bal in de loop. En hij maakt hem geweldig af. Dus ja, deels is er wel uitgekomen wat we gehoopt hadden. En deels niet, maar ja, als je 3-0 wint, dan is dat gewoon erg lekker. Er hoeft niet alles uit te komen. Het was misschien geen grootse wedstrijd, maar je hebt ook helemaal niets weggegeven. Daar moet je ook blij mee zijn. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Ik denk, nou ja, als ik de laatste weken Kevin van der Zwet zie spelen, die is echt fantastisch. David ernaast, ja, die heeft een magneet in zijn hoofd, hè, want bij elke corner die komt op zijn hoofd. Dus ja, geweldig hoe zij dat hebben gedaan. En dan Mitch en Mo die vandaag ook gewoon alles hebben gegeven. Lars Klomp die invalt als linksback, niks weggegeven. Ik denk dat Erik eigenlijk niet hoeft te douchen. Dus ja, dan ben je als trainer tevreden dat je weinig hebt weggegeven. En ja, we gaan gewoon verder, want Lisse wil dit jaar gewoon echt voor de prijzen gaan. Klopt, ja, we hebben intern ook erover gehad, jongens, als je bovenin mee wilt draaien, dan moet je elke wedstrijd winnen. En nou, we hebben de laatste weken wat moeilijker wedstrijden gespeeld. Niet per se vanwege de tegenstander, maar ook omdat we gewoon zelf niet helemaal lekker in de wedstrijd zaten. Maar als je dan nog steeds blijft winnen, ja, dan kan het een mooi seizoen worden inderdaad. Tot slot ben je geslaagd, denk je? Ik hoop van wel. Ik denk dat het in ieder geval een overwinning wel iets meer helpt dan dat je een verliespartij doet. Dus ik hoop van wel. Ja, we hopen het en ik laat het zo snel mogelijk weten. Dankjewel en succes nog. Dank je.